Dames en heren, ik open de vergadering en dat doe ik met deze klap. Welkom allemaal. Dit is voor mij een bijzondere vergadering, want dit is de eerste keer dat ik tussentijds afscheid moet nemen van een raadslid. Volgens mij is dit ook voor u de eerste keer dat u iets dergelijks meemaakt. Doen we dit soort dingen wel eens? Oh, maar Aad Westerman hebben we, maar dit is toch, voelt anders, want deze zit hier gewoon. En dan kijk je dan naar en we zien dat hij er prachtig uitziet. Dus dat het een bijzondere gelegenheid is, dat zien we aan Roelof Schuring. Maar dames en heren, het betekent in ieder geval dat ik de orde van de vergadering moet wijzigen. En dan moeten 3 agendapunten worden toegevoegd. Dat is 1a, het besluit tot toelating van het nieuwe raadslid, de heer Veldhuis. Het afscheid van de heer Schuring. En vervolgens de installatie en de beëdiging van het nieuwe raadslid van de heer Veldhuis. En dames en heren, het ingewikkelde is dat de heer Veldhuis, of dat de heer Schuring pas weg kan nadat u Veldhuis heeft toegelaten. Normaal gesproken zou je zeggen, er moet eerst iemand weg en dan kan iemand anders. Maar in ons systeem werkt het precies andersom. U moet eerst iemand toelaten en dan pas is de heer Veldhuis raadslid. Dan is hij raadslid en dan pas is de heer Schuring raadslid af. Ik weet niet, meneer Schuring, of u al gezien heeft dat er een bordje voor u staat waarop staat G.J. Veldhuis, raadslid VVD. We lopen op de zaken vooruit. Zo ga ik dat doen. Dus dan begin ik eerst tot het besluit tot toelating van het nieuwe raadslid. En formeel moet ik u voorstellen om een commissie in te stellen voor het onderzoek naar de geloofsbrieven, dat weet u. En die commissie bestaat wat ons betreft uit de heren Jutte Nijkamp en mevrouw Schiphorst. De raad stelt die commissie in. Maar onze griffier heeft daar al op voor gesorteerd. Dus mocht u akkoord gaan met deze samenstelling, dan kunnen we in een rap tempo door. Dus mijn vraag aan u, gaat u akkoord met die samenstelling? Daar heeft de commissie op gerekend en dat heeft dan ook haar werk al gedaan. En ik geef graag het woord aan de commissie onderzoeksgeloofsbrieven. Voorzitter, meneer Jutte, gemeente Lange. Dank u wel, voorzitter. Heren Eer. De commissie uit de raad van de gemeente Dalfsen, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verder bij de kieswet gevorderde stukken, ingezonden door Veldhuis G.J. Gerrit-Jan, geboren op 9 november 1968. Benoemd tot lid van de raad van de gemeente Dalfsen, rapporteert de raad van de gemeente Dalfsen dat zij bovengenoemde bescheidenheid onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de raad van de gemeente Dalfsen. Dank u wel. Meneer Jutte, dank u wel. En dat betekent, en ik kijk hier rond, dat de raad beslist om de heer Veldhuis toe te laten. En u heeft wat dat betreft ook geen keuze. U beslist dit gewoon nu. Daarmee is de heer Veldhuis raadslid en daarmee is de heer Schuring raadslid af. Maar blijft u even zitten. Ik zou graag toch een paar woorden tot u willen richten. En ik heb van de griffier begrepen dat u, als u daar behoefte aan heeft, ook de gelegenheid krijgt om nog een paar dingen te zeggen. Die wens heeft u? Ja, ik zag u die beweging ook al maken. Maar u zult even moeten wachten op mij. En ik kom naar u toe en dat doe ik op mijn dode gemak. Dankjewel. Meneer Schuring, wij nemen afscheid van u en dat doen we eigenlijk na relatief korte tijd. Van 24 maart 2014 tot en met 31 oktober 2016 was u raadslid en bovendien fractievoorzitter van de VVD. En u was daarnaast bestuurslid van de afdeling. U heeft hier 2,5 jaar gezeten en dat is denk ik niet zo eenvoudig. Er is een voordeel, groot voordeel, aan het zijn van een fractievoorzitter van een eenmansfractie. En die ligt in de ruimte die je in het debat en ook bij de inbreng hebt in de raad. En gelijktijdig zitten er ook een paar grote nadelen aan vast. En een van de belangrijkste nadelen lijkt mij dat het heel ingewikkeld is om in de beperkte tijd die een raadslid heeft ook daadwerkelijk alle dossiers voldoende mate onder de knie te hebben en daar ook een wel afgewogen oordeel over te kunnen vormen. Dat is niet eenvoudig. U heeft dat in mijn ogen wel altijd
gedaan. Op zijn minst heeft u altijd de indruk gewekt dat u het deed. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik soms niet helemaal zeker wist of er ook nog een kleine fractie bluf zat aan uw inbreng. Maar u knikt nu hardgrondig van nee, dus dat is zeker niet het geval geweest. In mijn ogen is het ongelooflijk belangrijk, echt fenomenaal belangrijk, dat raadsleden mensen zijn die met beide benen in de samenleving staan. Het raadslidmaatschap is geen baan. We vragen van burgers dat ze als burgers hun medeburgers vertegenwoordigen. En dat stelt een soort eis aan hoe je je verhoudt tot je echte leven, laat ik het zo maar zeggen. In het echte leven speelt de liefde natuurlijk een belangrijke rol. Als we geluk hebben. Als we geluk hebben. Ja, u heeft zich verexcuseerd naar ons toe voor het feit dat u na 2,5 jaar afscheid neemt van deze raad. Ik heb dat eerlijk gezegd nooit nodig gevonden. Het feit dat iemand vanwege de liefde afscheid neemt van dit werk, nou, wat meer mag een man wensen, lijkt mij. Kijk, dus ik gun u dat en ik denk ook dat het altijd de juiste keuze is. Uiteindelijk is dat het belangrijkste. Jullie hebben elkaar, jullie hebben samen een kind, jullie hebben samen kinderen. En jullie kunnen nou ook op een beetje normale manier samenwonen, laat ik het zo zeggen. Dat is toevallig 1 of 2 kilometer over de gemeentegrens. Pech voor de gemeente. Maar niet voor jullie. Ik wens jullie het allerbeste. Mocht je spijt hebben, helaas, een terugkeerregeling zit er niet in. En we danken je voor het klassieke liberale geluid. We danken je voor de kwinkslagen. We danken je voor de humor. En soms voor het leerzame relativeringsvermogen. Roelof Schuring, het gaat je goed. We zullen je volgen. En jij ongetwijfeld ons ook. Ik dank je vreselijk voor het feit dat je, al was het dan kort, tussen ons hebt willen vertoeven. Dank je wel. Roelof, je mag nog even kort iets zeggen. Ja, hier, hè? Doe maar eens. Ja, dat is niet meer mijn plek. Nee. Oh, een lege stoel zo. Zo niet meer. Goedenavond allemaal. Ja, dat is de laatste keer. En ik zei vanochtend al, het is heel raar. Ik ben voor deze avond zenuwachtiger dan voor al die avonden hiervoor. En dat is eigenlijk wel bizar. Ik kan niet zo goed uitleggen hoe dat komt. Maar geachte je noten, beste Han. Geachte raad, lieve mensen. Nadat de 66% van de Delftse stemgerechtigden zijn of haar stem uitbrachten op 19 maart 2014, heb ik met heel erg veel plezier mijn zetel geaccepteerd en ingevuld. Op de verkiezingsavond vroeg Renate Wennemars me tijdens een panel hoe de combinatie tussen privé, werk, politiek in te vullen was. Maar ook hoe mijn partner hierover dacht. Mijn antwoord luidde dat de combinatie van privé, werk, politiek prima te maken is, zolang dit maar met passie te doen is. En dat ik blij ben met de steun die ik van mijn vriendin en thuisfront krijg. Want zonder dat, nou ja, jullie zullen het allemaal weten, is dat niet te doen. Die passie en die steun, die is er nog steeds, volop. Dat kan ook niet anders. Aangezien het niet alleen een ontzettende eer is, deze raadzetel in te mogen vullen, maar het ook een uitermate boeiende wereld en dynamiek is. En die dynamiek die heb ik als fractievoorzitter naast het raadslidmaatschap ook zeer ervaren. Toch is er in deze 2 jaar het een en het ander veranderd. Han refereerde er al aan. Mijn vriendin woont net aan de andere kant van de Delftse Raaltegrens. En samen hebben we op 6 juli 2015 ons zoontje Jim al daar op de wereld mogen verwelkomen. En tot slot hebben we besloten samen ons leven verder op te gaan bouwen vanuit Luttenberg. Met alle consequenties van dien. Moeilijke afwegingen waar we serieus de tijd voor genomen hebben, maar die inmiddels tot een besluit hebben geleid. Expliciet betekent dit dat ik mijn raadslidmaatschap niet meer mag continueren. Zo schrijft de kieswet voor. En terecht. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger onze liberale zetel met minimaal dezelfde gedrevenheid en op eigen manier zal invullen. Uiteraard wens ik Gerrit-Jan daarbij alle plezier en voldoening. Ja,
En ik heb mijn zetel met de daarbij behorende verplichting uiteraard netjes uitgezeten met alle inzet tot dit moment. Het moment dat de geloofsbrieven goedgekeurd zijn van mijn opvolger. En daarmee is mijn bordje ingepakt met een mooie strik eromheen. En is denk ik die van Gerrit-Jan in de maak. En dan rest mij alleen nog iedereen te danken voor de prettige, leerzame samenwerking. Want leren heb ik zeer zeker gedaan in deze 2,5 jaar. In het bijzonder uiteraard raadsleden, collega's, commissieleden, Griffie, heel belangrijk, presidium, fractievoorzitters, burgemeester, werkgroepen, steunfractieleden, secretaris, directieteam. Nou, ik zal vast het een en het ander overslaan. Het college, ambtelijk apparaat, maar ook zeker de voorzitter van de raad, burgemeester. Sommige keuzes zijn ingewikkeld. Soms komt het geluk buiten je levensloopplanning zomaar voorbij. Iets wat moeilijke keuzes vanzelfsprekend maakt. Dan is nog één dingetje, voorzitter. Mijn laatste, mag ik nog één vraag gaan stellen hier in deze zaal? Ja? Zoals ik al zei, er is één dierbaar persoon voor mij. Mijn steun en toeverlaat de laatste jaren. En nadat ik dit mooie, dierbare hoofdstuk afgesloten heb, wil ik nog één vraag stellen. En nou ga ik iets heel vervelends doen. Want mijn vriendin Amy, die wilde wel komen, maar zei ook, maar ik hoef toch niks te zeggen. En ik hoef toch niet naar voren te komen. En toch ga ik het je vragen. Zou je één momentje in deze zaal naast mij willen komen te staan? Ja, dit wordt ruzie thuis natuurlijk. Amy, ik heb dit hoofdstuk afgesloten. En ik zou heel graag een volgend hoofdstuk met jou willen openen. En zou jij met mij willen trouwen? Ze zei ja. Nou, dank allen. Fantastisch. Mooi. Ja. Jongen. Mag ik jou als eerste uitkant? Ja. Dank u wel. Ik heb tranen, smaak zout. Ja. Wat gelukkig. Heb ik hem in mijn hand, hoort hem. Mooi. Oké. Okay. Ja, dat gaan jullie goed allemaal. Ja, Roelof, je bent nog niet klaar. Wacht even. Dames en heren, we ik ben van de orde, ja. En dat is wel heel hinderlijk. Hoe moet ik dat zeggen? Mijn toespraak klopte. Toen ik zei, kwinkslagen, humor, onverwacht gelukkig. Dus dat, dankjewel. Ik ben spraakloos, dat geldt voor de meeste van ons, denk ik. Hè? En dat geldt voor jou ook een beetje, want dat jaar kon echt heel, heel... Maar voordat ik iedereen in de gelegenheid stel om jullie te feliciteren, gaan we even Gerrit-Jan Veldhuis wel op die stoel zetten. Dus ik hou me gewoon aan de orde, Griffie, als u dat goed vindt. En meneer Veldhuis, mag ik u uitnodigen? Ik hou het kort. Komt u bij me staan? Dat doe ik. Want ik wil graag de eet. Niet de verklaring. Ja. Ik lees hem voor. Gerrit-Jan Veldhuis. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Welkom in ons midden. Dank u wel. Dames en heren, ik schors de vergadering voor een klein moment.
En u mag de heer Schuring feliciteren met het jawoord van zijn vriendin. En u mag de heer Veldhuis feliciteren met het toetreden tot de raad. Ik schors de vergadering voor 1 minuut of 10. Zo. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Ik begrijp nu ook waarom de heer Schuring zo zenuwachtig was. Ik ga naar agenda punt 2, spreekrecht burgers. Dat is het. Daar wordt geen gebruik van gemaakt, zo moet ik het zeggen. Dan ga ik naar de vaststelling van de agenda. Daar zijn verder hoop ik voor. En dan kom ik op agenda punt 4, de programmabegroting. Dat ga ik nu allemaal niet voorlezen. Even de orde. Iedere fractie krijgt 8 minuten spreektijd om een beschouwing te geven over de begroting, inclusief de belastingverordeningen en de stand van zaken van het bestuursprogramma. We spreken vanaf het katheder, daar nodig ik u toe uit. We hebben afgesproken dat we geen interrupties doen. Maar ik ga u wel straks echt uitnodigen om na afloop vragen te stellen. Dus dat wel. En de volgorde gaat naar grote. En dat betekent, meneer Veldhuis, normaal gesproken is het gebruikelijk dat u als eerste zou mogen spreken vanwege uw medespeech. Maar dat is normaal gesproken en vandaag is even niks normaal. Dat bent u met me eens, denk ik. We beginnen met gemeentebelangen. Meneer Raamaker, mag ik u uitnodigen om plaats te nemen achter het katheder? Nogmaals, geen interruptie tijdens de spreektijd, maar aansluitend een verzoek om even te blijven staan, zodat uw collega's u, maar ook elkaar vragen stellen. Meneer Raamaker. Ik wil allereerst even beginnen om de heer Veldhuis welkom te heten en te feliciteren. En ik wil de heer Schuring, maar die is al met de liefde naar huis. De dank, misschien kan de vader en de moeder de dank overbrengen. En in ieder geval ja, gefeliciteerd. En we zien graag de uitnodiging van de bruiloft tegemoet. Dan de beschouwingen. Ik zit ruim op 10 minuten, dus ik zal wat kleine dingetjes misschien iets aanpassen. En ik wil beginnen met de titel en dat is Dalsen is een goede schatbewaarder. Op de eerste plaats spreken we onze dank uit richting de opstellers van de begroting. Het is elke keer weer een grote klus voor het college en voor de organisatie om de begroting op tijd aan te leveren bij ons als gemeenteraad van de gemeente Dalsen. Deze begroting is een goede vertaling van het bestaande beleid en ons financieel vooruitzicht voor de komende jaren 2017-2020. In 2013 hebben we de begroting de titel meegegeven, Dalsen heeft een appeltje voor de dorst. Die gedegen bestuurlijke aanpak en continuïteit is nog steeds terug te vinden in de begroting die nu vers voor ons ligt. Dit vinden we zeker een verdienste van ons als gehele raad van de gemeente Dalsen. Dus Dalsen is een goede schatbewaarder. Hiermee willen we natuurlijk het college bedanken, gelijktijdig ook feliciteren. En we zijn trots op dat we de nullijn kunnen blijven hanteren en dat geen prijscompensaties of indexaties hoeven worden toegepast. Uw slotzin in deze begroting op bladzijde 128 is juist. De inwoners van onze groenste kleine stad, nou u heeft het vanavond kunnen horen, gaan van het financiële gezonde situatie nu de zoete vruchten plukken. Dan per programma de vragen. Programma 1, bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen. Er worden op diverse onderdelen in de organisatie knelpunten gesignaleerd. Zo lezen we ook dat die apparaatskosten worden gesplitst in directe en indirecte kosten in programma 1 en de overheidskosten worden neergezet. In diverse programma's worden ook de loonkosten inzichtelijk gemaakt. Door deze aanpassingen wordt het volgens ons de processen duidelijker en inzichtelijk gemaakt. Maar ook schrijft u dat de kwetsbaarheid van de organisatie aandacht vraagt. Evenals het oplossen van formatieve knelpunten willen we graag weten van u waar wringt de schoen nu echt in de organisatie en is het college bereid om begin volgend jaar met een voorstel te komen. Onze kritische noot in de voorjaarsnoot over de communicatie willen wij steeds meer veranderende gemeenten wederom onder uw aandacht brengen. Van bezoek aan de balie naar mail en sociale media. Als voorbeeld noemen we de Sociale Verzekeringsbank. Zij bedienen hun klanten met een app. En vooral jongeren spreekt dit erg aan. Om deze groep te bereiken
moeten we inspelen op andere vormen van klantbehandeling. Snelle en goede beantwoording van reacties, telefoontjes en mail blijft zeer belangrijk. En we merken dat hier nog een flinke verbeterslag gemaakt kan worden. Deelt het college deze mening dat we op het gebied van communicatie nog meer moeten inspelen op de veranderende wereld om ons heen, zonder de ouderen te vergeten. We hebben in deze begroting vaak verwijzingen en doorverwijzingen. Nou, meneer Rooijakkers, die zei het vorige week al. Het lijkt nu storend, maar spreekt u ook de verwachting uit dat de komende jaren hier een verbetering in komt. Dan programma 2 en 3. Openbare ruimte en veiligheid. Wij willen veiligheid, beheer en openbare ruimte, sorry. Wij willen een compliment uitspreken over de werkzaamheden in Bellingeweer en de aanpak van de vijver Thomas en Kemperslaan. Beide waterpartijen worden zichtbaar en Bellingeweer is een prachtig om er langs te lopen, te wandelen. En ook de begraafplaats Welsum heeft een enorme opwaardering gekregen en is moderner geworden. Dit alles komt de veiligheid ten goede. Ik heb vanmiddag wat foto's gemaakt, maar ik denk qua verlichting dat het niet te goed te zien is, maar er is een behoorlijke inhaalslag gemaakt. We zijn blij met de raadsbrede aangenomen motie van vorige week over de veiligheid en de zorgen bij de steeds drukkende rondweg in Dalfsen. Wel willen we graag nog wat breder insteken op onze openbare ruimte en op de veiligheid van ons wegennet, onze fietspaden, onze trottoirs, maar ook achterstallig onderhoud aan wegen, straten en met name in het buitengebied en in het centrum van Dalfsen, maar ook in andere kernen, wat vanwege de bezuiniging de laatste jaar tussen meer is opgepakt, baart ons grote zorgen. De te krappe fietspaden, bijvoorbeeld het fietspad langs de Oude Oever, zouden volgens ons aangepakt moeten worden. Ook de veiligheid van de Hazelteweg en de Jaglusterallee behoeven grote aandacht. Vorig jaar is er 150.000 extra toegekend om deze knelpunten op te lossen. Nou, wij zien de noodzaak, gezien de slechtere wordende openbare ruimte, om dit daadkrachtiger op te pakken. Wij denken daarbij aan een inhaalslag en zo nodig extra inzet en verwachten een inventarisatie van voetpaden en straten op korte termijn die in aanmerking komen voor groot onderhoud en modernisering. Deelt u deze visie, bent u bereid om met een voorstel te komen en wij zullen zo nodig een motie indienen met ons verzoek. Dan programma 4, economische zaken. Bij ons is het bekend dat er door het college veel werk wordt verzet op het gebied van economische zaken. Maar als we de ambitie lezen, wat gaan we ervoor doen, dan is het antwoord slechts het Kroonplein evalueren. Daarmee doet u als college uzelf ernstig tekort. Dit programma mag wat ons betreft meer allure krijgen, want er gebeurt heel veel op het gebied in onze gemeente. En dit is wat ons betreft door u te bescheiden neergezet. Programma 5. Onderwijs en vrije tijd. Bij punt 5.8 op bladzijde 48 zien we bij recreatie en toerisme ambitie, wat gaan we ervoor doen? Dan staat er geen nieuwe prestaties en het tellen van een aantal overnachtingen blijft op 176.000 staan. Gaan we niet meer vruchten plukken van de ingezette acties? Deelt u onze mening of is het ambitieniveau echt op hold gezet? Bij de schat van Dalfsen lezen we dat het nadeel oplevert van 100.000. We hadden een goede hoop dat de PR van ons college en met name onze burgemeester vanuit Den Haag of de provincie een positieve respons zou krijgen. Maar staan er nog lijntjes open voor de steun of is alles voorbij? We zijn benieuwd naar uw antwoord. Dan programma 6. We lezen dat er bij het Rijk een aanvullende uitkering aangevraagd kan worden in verband met de verhoogde uitkering van de bijstand. Is deze aanvraag voor de gemeente Dalfsen in aanvraag? En verder wachten we op de beraadslaging op 14 november in zaken een nieuwe taakstelling vergunninghouders. En wat daar de gevolgen voor onze gemeente in zowel programma als in dit programma als in programma 7. Programma 7, sociale domein. We lezen dat dit programma doelt op de participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdwet. We zien veel indicatoren staan, maar willen graag bij actuele zaken op de hoogte worden gehouden en zo nodig in de commissie worden bijgepraat. Dat is een van de meest actuele onderwerpen voor de komende tijd. En met name het onderwerp jeugdzorg komt heel veel op de gemeente af. Is het college bereid om ons zeer actief in dit proces mee te nemen, zodat we
niet voor verrassingen komen te staan. Bij het thema onderwerp participatiewet zien we een laag percentage vermeld staan. Dat betekent dat we achterlopen met de re-integratie vanuit de stichting Dalsen Werkt. Mocht dit zo zijn, dan horen we dat graag. En wat gaat u eraan doen en wat gaat u verbeteren? Dan programma 8. Duurzaamheid en milieu. De landelijke en de regionale prestaties lopen zorgwekkend achter op de globale opdracht waar we met z'n allen voor staan. In mei van dit jaar heeft u aangegeven om met ons onze genoemde kernwoorden vasthoudendheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, realiteit en vanzelfsprekendheid aan de slag te gaan. We zien dan ook graag een uitwerking van de werkconferenties met belangstelling tegemoet. Anderhalf jaar geleden is er gezegd dat er versneld zou worden opgeschaald. Kan er ook daadwerkelijk worden opgeschaald? Programma 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. We zijn blij dat het project Waterfront voorspoedig verloopt en dat er geen vertraging is in dit grote project. We zijn benieuwd naar de centrumvisie van Dalfsen en ook naar alle inspraakreacties. We vonden de opzet van het centrum Dalfs Blauw Café een goed gevonden manier van burgerparticipatie om de bewoners erbij te betrekken bij deze centrumvisie. Niet alleen qua opzet, maar ook gezien de belangstelling was dit een groot succes. Deelt het college onze mening over deze opzet en krijgt deze opzet nog weer een vervolg bij toekomstige plannen. De samenvatting van het risicoprofiel is een mooie passage om mee af te sluiten. We zijn blij met de korte maar prima samenvatting. De gemeente Dalfsen haalt een waarderingscijfer A. Hetgeen inhoudt dat de gemeente Dalfsen ruim in staat is om tegenvallers op te vangen. Tegelijkertijd de score 2 van uitstekend oplevert. Daar mogen we als gemeente trots op zijn. Dalfsen staat er goed voor met een gedegen schatbewaarder. Dan bij de belastingverordening vragen we ons af of de overdracht naar GBLT naar tevredenheid is verlopen. Of zijn er nog aandachtspunten. Tot slot willen we de kansenpot nog even aanhalen. We zien dat hier volop gebruik van wordt gemaakt en mede gezien de positieve begroting zouden we deze pot een extra financiële injectie willen geven. We stellen dan ook voor een bedrag van 10.000 naar 15.000 per jaar op te hogen, zodat nieuwe aansprekende aanvragen vlot maar wel overwogen kunnen worden gehonoreerd. Dank u wel. Meneer Raamaker, dank voor uw inbreng. Als u nog even blijft staan, ik kijk even rond naar de raad. Is er iemand van u die een vraag heeft aan de heer Raamaker of op een van de punten met hem in discussie wil? Meneer Royakkers, D66. Ja, daar rekent de heer Raamaker ook op. Ja. Dank je wel voor het afbijten van het spits, meneer Raamaker. Het is altijd even lastig om te starten. Complimenten daarvoor. Ik ben het trouwens eens met het Centrumcafé Dalfs Blauw, maar daar gaat het nou niet over. Altijd leuk. Ik had nog een vraag over de achterstallig onderhoud aan wegen en straten. U bent een beetje de partij van de parkeerplaatsen en van het onderhoud aan de wegen en de straten in mijn perceptie. Maar in de stukken staat dat de onderhoudstoestand is verbeterd van 2010-2013 naar de cijfers die we hebben van 2014. Helaas zijn die van 2016 niet beschikbaar. Maar in 2014 wordt gesproken over 4% en 5% respectievelijk, geloof ik, aanzicht en veiligheid. Dat is toch niet een dermate zorgwekkend percentage dat we daar de noodvlag over moeten hijsen? Vindt u van wel? Nou, we krijgen heel veel reacties van ook pleinen, van straten, van stoeptegels. En nu snap ik dat niet elke stoeptegel zeg maar, bij gemeentebelang aan bod komt. Maar als we toch de geluiden horen en ook nu de aanpak van de vijvers, dat het allemaal wat veiliger wordt gemaakt, dan is de noodzaak zeker aanwezig. En ja, ik zou u adviseren om nog eens een rondje te maken. En ik heb vanmiddag een rondje gelopen, ik heb wat foto's gemaakt, die zijn langsgekomen. Maar dan zijn er nogal wat stoepen, straten, wat voor verbetering vatbaar is. Dus, Oké, u krijgt een kwalitatieve reactie op uw kwantitatieve vraag. Andere? Meneer Nijkamp, Christine. Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Raamaker van gemeentebelang. Als het gaat over duurzaamheid en milieu, daar hebt u uitgesproken dat u graag een uitwerking ziet van de werkconferenties. Die willen we denk ik allemaal ook wel graag zien. Maar bedoelt u dat in enge zin of bedoelt u dat in wat meer ruimere zin dat u vooral mikt op een helder ambitieniveau? En als dat zo is, hebt u daar dan misschien ideeën over?
Meneer Raamaker. Alle ideeën zou te ver gaan om die hier te noemen. Alleen, we hebben destijds wat met elkaar afgesproken dat we dus een efficiëntieslag zouden maken en ook een versnelling, extra versnelling. We hebben een paar sessies gehad bij Moordrivier. En volgens mij zijn we allemaal benieuwd van wat het heeft opgeleverd. En ja, dat we die nu toch eindelijk straks in november met elkaar kunnen bespreken. Volgens mij was het in november. Dus daar zijn we blij mee. Alleen ja, op de muziek vooruitlopen, waar we op doelen, dat komt dan in de commissie. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u, voorzitter. Ik heb een vraag over programma 1. Daar stelt u voor het oplossen van formatieve knelpunten. Vraagt u waar de schoen nu echt wringt in de organisatie. En u vraagt het college om een voorstel, met een voorstel te komen. Waar moet ik aan denken? Wat voor voorstel verlangt u van het college? Nou, de formatie, hoe die, want er zitten echt knelpunten dus in de formatie. En door dat op een gegeven moment die begroting nu is aangepast, nu kunnen per programma de loonkosten worden vermeld en dat kunnen we ook terugzien. Dus nu kunnen we heel snel en duidelijk in beeld krijgen van waar de schoen zich wringt. Dus ja, wij willen toch nu eigenlijk graag van het college ook horen van wat daadwerkelijk, waar men op zit te wachten in de organisatie. Gaat het om 1 of 2 personen of gaat het om meer? En ja, waar zit die knelling? Dus daar zijn we benieuwd naar. Dus wij vragen het college om volgend jaar te komen met een voorstel. En moet ik dan aan een reorganisatie of zo denken? Nee, de reorganisatie is wat anders. Die al gaat. Van mij is dat niet aan de orde. Maar wel, zeg maar, bij een veranderende gemeente, ja, zul je toch ook soms moeten aanpassen met, op juridisch gebied of wat dan ook. Dus mensen aan moet trekken. Meneer Rama, ik wil gewoon onderbouwd hebben waar de in algemene termen aangegeven knelpuntenorganisatie, waar die dan precies zitten en wat het dan betekent. Ja, zo heb ik het begrepen. Ja. Ander nog? Mag ik het hiermee afsluiten voor de eerste ronde? Meneer Raamaker, mag ik u bedanken voor uw inbreng. Meneer Uitslag, CDA, mag ik u uitnodigen om naar het spreekgestoel te gaan? Even de microfoon hoger. Voorzitter, ik begin maar om me aan te sluiten bij de felicitaties van Nestor. Dus dan hoeven we dat niet te herhalen in brede zin. Voorzitter, bij de voorjaarsnota hebben we aangegeven wat voor ons belangrijk is als input voor de begroting die voor ons ligt. Onze inbreng was en is samen te vatten in 2 hoofdthema's. Goed leven in een goede omgeving. En dat doen we samen. Dank aan uw college en via u de ambtenaren voor verwerking en de verzette hoeveelheid werk. Op- en aanmerkingen die we maken, doen daar niets aan af. De begroting is weliswaar minder goed te vergelijken met voorgaande jaren. En dat geeft ons soms het gevoel van lopende dichte mist. Maar het ligt niet aan u, maar aan veranderde voorgeschreven regels. Aan de andere kant geeft ook de toevoeging van vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten juist meer houvast. Voorzitter, nu de inhoud. Veel van onze inbreng bij de voorjaarsnota zien we terug in de begroting. Een aantal voor ons belangrijke elementen echter niet. En we zullen in onze beschouwing daarop focussen. Bij de voorjaarsnota hebben we opgeroepen het kind centraal te stellen, niet de regels. Dat betrof de zorg. Maar het helpt ons ook op andere terreinen verder vooruit te kijken. En het helpt ons bij het maken van bestuurlijke keuzes. Duurzaamheid, rentmeesterschap, voor onze kinderen of, zo u wilt, volhoudbaarheid van de gemeenschap en haar omgeving. De vorige week gehouden klimaattop onderstreept het belang van een lange termijn visie, gekoppeld aan op korte termijn handelen. De CDA-fractie staat te trappelen om samen met inwoners en bedrijven aan de slag te gaan. En dat vinden we niet alleen belangrijk, maar de hele raad getuigt het raadsdocument dat we samen hebben opgesteld. Met termen als ambitie blijft onverminderd van kracht en een stevige economische pijler. Bij de voorjaarsnota hebben we nadrukkelijk aangegeven dat we reikhalzend uitkijken naar de uitkomsten. Waar staan we nu? Wat moeten we en kunnen we nog doen? Onze ambitie is dat we bovengemiddeld willen scoren en dat betekent dat we aan de slag moeten. We hoeven niet alles zelf te doen. Ook duurzame dorpen in alle kernen staan klaar. De begroting stelt ons teleur. Voorstellen over het vervolg van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid volgen pas in 2017. Ook geen extra reservering van middelen.
En wat ons betreft wordt een deel van het beschikbare budget hiervoor gereserveerd. Want al zou je het niet doen voor het milieu, het is sowieso goed voor de economie. Het is mooi wonen in Dalfsen. Vanwege al het groen, maar zeker ook vanwege de sfeer die oude panden met zich meebrengen. Goed om historie te kunnen voelen. Daar moeten we zuinig op zijn. Behouden is het streven, schrijft de begroting. Maar wat wil het college behouden? As we speak vindt sloop plaats van monumentale panden als Kleine Veer en binnenkort Peniel. Het kerkje Pleijendal is min of meer per ongeluk behouden. We willen hier vooraf over nadenken. Samen met historische kringen en inwoners bepalen we wat niet uit het straatbeeld mag verdwijnen. Ik noem de Unionfabriek, het Emma-gebouw, karakteristieke panden aan de Bloemendalstraat. Een andere erfenis uit het verleden waar we minder plezier aan beleven is asbest. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota zou de inventarisatie al bezig zijn en zou Dalfsen een pilotgemeente worden. Bewaren, we zijn benieuwd. In de begroting komt de term asbest echter niet voor. We overwegen ook hiervoor budget te reserveren. Al is het maar om voorfinanciering te kunnen faciliteren. De CDA-fractie heeft samen met anderen regelmatig van het college een actieve en soms activistische rol gevraagd voor het behoud van openbaar vervoer. Met name van en naar de kleinere kernen Lemmelenveld, Oud-Leus en Hoornhorst. We blijven goede hoop houden, maar mocht het er minder OV-faciliteiten komen, dan moeten vaak jonge inwoners vaak andere manieren vinden. De scooter of de elektrische fiets. Afname van openbaar vervoer zorgt dus dat het drukker wordt op de fietsverbindingen. Ik ben opgegroeid met de slogan Dalfsen, het fietsvriendelijkste dorp van Salland. Moeten we nu constateren dat het niet meer het geval is, die Dalfsen meer fietsongelukken kent dan andere gemeenten? Fietsers zijn kwetsbaar. Al eerder vroegen we aandacht voor fietspaden. En dat het college geen nieuwe prestaties heeft opgeschreven, komt wel vreemd over in dit licht. We zouden graag een onderzoek zien naar de oorzaken, de locaties en betrokkenen. En ook of de elektrische fietsen bij betrokken zijn. Gemeenschap is voor het CDA een werkwoord. We mogen ons in Dalfsen gelukkig prijzen met zo'n hecht verenigingsleven en actieve plaatselijke belangen. We vinden het belangrijk dat ieder zijn steentje kan bijdragen en dat mensen gezien worden. De Dalfsenaar kenmerkt zich door niet afwenden en wegkijken, maar zien en in actie komen. En als ik inwoners uit andere gemeenten spreek, blijkt dat we daar trots op mogen zijn. Dat zijn we ook. Inwoners van onze gemeente zijn van aanpakken. En dat blijkt ook wel uit het hoge aantal bedrijven per 1000 inwoners. Op basis van het aantal banen per 1000 inwoners, dat fors onder het gemiddelde ligt, constateren we dat het veelal ZP'ers zijn of hele kleine bedrijfjes. Het is een landelijke gegeven dat deze groep ook zogenaamde verborgen werklozen zitten en dat daar veel verborgen armoede is. Afgelopen weekend was in de media dat steeds meer mensen in de knel komen en bij kerken aankloppen voor hulp. Bij de voorjaarsnota hebben we het college opgeroepen om alert te blijven op verborgen armoede. Bij bijvoorbeeld ZP'ers en agrariërs. Voorzitter, voorkomen is beter dan genezen en we zijn dan ook een warm voorstander van preventieve schuldhulpverlening. Allereerst zien we natuurlijk dat er voldoende verdienend vermogen is. Als overheid kunnen we daar met name randvoorwaardelijk aan bijdragen. Bij de voorjaarsnota hebben we al de vinger gelegd op de onzichtbare ambitie van het college met betrekking tot economie. We zien nu evaluatie Kroonplein staan en 10 bedrijfsbezoeken voor 2017. Wat heeft het college nodig om meer visie en ambitie te tonen? We geven u een cadeau. Maak een kortere procedure voor evenementen mogelijk. Bijvoorbeeld door een algemene goedkeuring te verlenen, waarbinnen voor specifieke onderdelen per keer afspraken gemaakt kunnen worden. Beschut werken blijft achter bij de ambitie. Wat is hiervan de achterliggende oorzaak? Het idee voor het oprichten van een Dalfser afscheiding en demontagebedrijf spreekt ons aan. Wel hebben we vraagtekens of er nog voldoende aanbod is.
Van bestaande organisaties en initiatieven, zoals het Leerwerkcentrum en nog eens, moeten we als gemeente niet in de weg gaan lopen. We ondersteunen de aanpak van transitie naar transformatie. Ook begrip voor maatwerkoplossingen. Wel zouden we graag inzicht verkrijgen in de maatregelen en de oplossingen die gevonden worden. Dat is voor ons belangrijke informatie over effectiviteit van ons beleid. Ook zijn we het eens met de inzet om te komen tot één welzijnskoepel, waarmee samenwerking wordt gestimuleerd en verbeterd. Wel hebben we twee zorgpunten. Hoe voorkomen we dat dit uitmondt in meer bureaucratie? En twee, hoe zorgen we ervoor dat de afstand tot de cliënt niet te groot wordt en dat de raad niet te veel op afstand komt te staan? Pijnlijk vinden we dat de term jeugdzorg niet terugkomt in de begroting. Bijzonder ook dat vandaag in de media het bericht verscheen dat gemeenten 1,2 miljard over hebben op dit dossier. Het kind centraal is voor ons geen loze kreet. Wat gaat het college volgend jaar doen? We zien graag de focus op vereenvoudiging van regels en inzicht in processen in geval van een aanvraag of zorg voor zorg of een financiële vergoeding. Bijvoorbeeld bij aanvraag van een vergoeding door zorgboeren. Daar is een slag te winnen. Maak het makkelijk, transparant. Voorzitter, ik kom tot een afronding. De CDA-fractie is trots op onze gemeente. De kritische noten die we hebben uitgesproken zijn alle bedoeld, en zo kent u ons, om nog meer kwaliteit toe te voegen. Voor nu en voor later. Voor een goed leven in een goede omgeving. Samen. Dank u wel. Meneer Uitslag, dank u wel. Als u even wilt blijven staan, ik nodig uw collega's uit om eventueel vragen te stellen of opmerkingen te gaan of aan te geven dat er iets is wat hun stoort. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Meneer Uitslag, ik heb één vraag om een punt wat u twee keer noemt. Er is namelijk in het stuk wordt twee keer een melding gemaakt van dat u extra financiële ruimte wilt maken of beschikbaar wilt stellen. Kunt u iets nader toelichten waar dat dan vandaan zou moeten komen, hoe dat zou moeten ontstaan? Meneer Uitslag. Primair hebben we daarbij gedacht aan de ruimte die nu in de begroting staat. Maar ik sluit niet uit dat we op een later moment zelfs ten koste van andere elementen gaan komen. Maar daar hebben we eerst die duurzaamheidsvisie voor nodig, waar we samen met elkaar afspraken kunnen maken wat we nodig hebben om ergens te kunnen komen. En zoals ik al aangaf, daar wachten we echt op. Dat is een heel ruim antwoord. In de bestaande ruimte, maar zelfs als dat nodig is op een van de bestaande regels in de begroting. Ik kijk even rond, verder, anderen. Is dat niet het geval? Nee? Meneer Uitslag, mag ik u dan bedanken? Ja, dat mag ik. En mag ik van de ChristenUnie de heer Nijkamp uitnodigen om naar het spreekgestoelte te komen? Dank u wel, voorzitter. Fijn om de raad te mogen toespreken, ook in deze vernieuwde samenstelling. De begroting is het instrument van de raad om de plannen voor het komende jaar vast te stellen. We bedanken het college en de ambtenaren voor het verrichte werk. De begroting moest dit jaar voldoen aan nieuwe voorschriften en dat heeft nogal wat betekend. Opnieuw is dus de begroting qua structuur aangepast. Deze keer op basis van centrale voorschriften. Blijkbaar is er de behoefte om decentralisatie te laten vergezellen met scherpere metingen. Met name de verschuiving van overheid is een breuk met de voorliggende periode en dat maakt vergelijking lastig, evenals inzicht in de integrale kostprijs van producten. We vragen het college om de VNG te melden dat dit soort veranderingen niet zomaar leiden tot verbetering in de besturing van de gemeente. Zeker als wijzigingen telkens worden voorgeschreven. En de komende jaren de regels om de overheid te begroten en te meten constant te houden. En niet mee te gaan in een mogelijke race tussen gemeenten wie op papier de laagste overheid heeft. Hoewel indicatoren prima zijn, vinden we over het algemeen dat de verplichte indicatoren weinig actueel zijn. En dat de trends erop ontbreken. In het contact met de VNG kan het college ook dit punt mogelijk meenemen.
We zijn wel blij met de aankondiging van het college in de technische sessie dat we sturen en meten vanuit onze eigen beleidsnota's serieus op gaan pakken. De fractie van de ChristenUnie heeft op basis van de uitvoerig besproken voorjaarsnota beoordeeld of de kernpunten, die zijn toen benoemd in hoofdstuk 2 van die voorjaarsnota, voldoende zijn vertaald in deze begroting. En hierbij houden we ook rekening met de ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Hierna volgen een aantal belangrijke onderwerpen. Allereerst het middengebied Nieuw-Leusen. Door het college is het project middengebied Nieuw-Leusen aangeduid als een megaproject dat een sterk appel zal doen op betrokkenheid en samenwerking van inwoners en maatschappelijke organisaties. Slaagt u er momenteel in om die betrokkenheid en samenwerking te laten organiseren of vraagt 2017 nog extra aandacht? En verder stellen we het op prijs als in de voorstellen de komende tijd over dit project een helder financieel beeld wordt meegegeven. Zowel in investeringen als in exploitatie. Dan kan er tijdig een weloverwogen besluit worden genomen. En wanneer voorziet u de eerste wedstrijd voor de burgers met betrekking tot het nieuwe middengebied, namelijk de naamgeving? We hebben al vaak in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de visie en de concretisering van de lange termijn programmering van de cultuurhuisaccommodaties in het algemeen. De wethouder heeft toegezegd met een voorstel te komen. Maar hoe en wanneer wordt dit in 2017 opgepakt? Met betrekking tot de omgevingswet. De invoering van deze wet is omvangrijk en vraagt een goede voorbereiding. We ontvangen graag zo vroeg mogelijk in 2017 het ambitiedocument. Wanneer is dat gepland? Er zijn vele factoren, belangrijke factoren te benoemen bij zo'n ambitiedocument. We vragen het college vandaag bijzondere aandacht voor drie factoren, voor drie facetten. De rol van de raad in het ontwikkelen van de omgevingsvisie. De vaststelling ervan is dan al wel duidelijk, maar dat geldt nog niet voor het traject ernaartoe. En dan de interactie, en dat is ruim op te vatten, met burgers en bedrijven bij de ontwikkeling ervan. De burger bestaat niet, dat hebben we in een workshop geleerd, en evenmin als het bedrijf bestaat. We willen graag een goed beeld van de mogelijkheden aangereikt krijgen. En een derde punt, de mate waarin de ontwikkeling van de centrumvisie Dalfsen in de geest van de omgevingswet wordt uitgevoerd en hoe deze wordt geformuleerd. En verder geeft het college aan dat er mogelijk een aanpassing komt van de beleidsregels met betrekking tot de kwaliteit in het buitengebied van de gemeente. Wat zijn hierbij de argumenten en de criteria? De RUD. In 2017 spreken we over een nieuwe bestuurlijke setting van de RUD. Het bedrijfsplan maakt hier onderdeel van uit. Is er al meer bekend over de effecten van de omgevingswet voor de RUD? En wat gaat de RUD hierin in 2017 concreet doen? Dan de transformatie in het sociale domein. Toen de ChristenUnie-fractie begin deze maand vroeg naar de achtergrond van het overschot in het sociale domein in 2016, heeft het college aangegeven dat we al werken zoals het bedoeld is. Preventief, gericht op concrete vragen en zoekend in de breedte naar goede invullingen. En zo nodig aangevuld met zorg vanuit de gemeente verstrekt. Het lijkt erop dat deze wijze van werken al vroegtijdig heeft geleid tot het bereiken van het uiteindelijke financiële kader. Is dit een juiste interpretatie? En wat zijn materieel en financieel dan de effecten van de fase transformatie? Deze fase heeft volgens het college prioriteit in 2017 en 2018 en kost veel tijd. Kan het college de raad in het eerste kwartaal 2017 dienen met een strategische transformatienotitie? En passen hierin ook initiatieven zoals Right to Challenge? Wat doen we in 2017 op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang als aanloop naar de decentralisatie daarvan in 2020? Is in dit kader te overwegen om de reserve decentralisatie de komende jaren toch maar te handhaven? Ten aanzien van het financieel beleid. Het meerjarenperspectief lijkt in financieel opzicht goed. En tegelijk met de uitkomsten van met het uitkomen van de septembercirculaire bouwt het college met de eerste begrotingswijziging een stelpost in, mocht de uitkering uit dat gemeentefonds toch de komende tijd weer tegenvallen. En dat is verstandig, gelet op de schommelingen van deze posten. Niet voor niets staat dit onderwerp genoteerd als het grootste risico.
Maar we willen graag in elk volgend POC-document een expliciete beoordeling van deze stelpost. Dat het een goed meerjarenperspectief is, komt ook door de meevallende lasten voor de vennootschapsbelasting. Niettemin blijft het serieus geld. Is in deze begroting de in de voorjaarsnota geaccordeerde ruimte van 1 miljoen euro voor strategische aankopen ook opgenomen? En zo ja, waar? En tenslotte in deze financiële paragraaf de stelpost nader in te vullen financiële ruimte. Het is prima dat het college de raad dient met voorstellen over het benutten van deze ruimte. Maar we geven graag op dit moment al van tevoren wat serieuze suggesties mee. Er zijn er een tiental. Achterstallig onderhoud van de wegen wegwerken. Verbeteren van de fietsveiligheid. We blijken hier landelijk toch niet echt geweldig op te scoren. Continueren in consultatiebureaus. Ontwikkelingen dorpscentrum Dalfsen. Investeringen en exploitatie middengebied Nieuw-Leusden. Armoedebeleid. Duurzaamheidsambitie. Innovatiebudget transformatie. Effecten nieuw beleid voorzieningenniveaus in de kernen, waaronder servicepunt Leemeveld. En proeven en nieuw beleid vanuit de fase transformatie in het sociaal domein. De door het college gesuggereerde bestemming interne formatie vraagt om meer duidelijkheid over actuele knelpunten. Maar ook om inzicht in toekomstige formatie-effecten van ons. En dat is dan het Shared Service Center. En de omgevingswet. En wendbaarheid zit niet alleen in structuur. Dan over het economisch beleid. Misschien is de crisis voorbij, maar stabiliteit en groei zijn niet vanzelfsprekend. Met bijna 600 werklozen in onze gemeente hebben we nog steeds een serieuze uitdaging. En ook de nieuwkomers in onze gemeente zien we graag participeren. We vinden dan de invulling van het programma 4 Economische Zaken echt onder de maat. Het lijkt nu op koffie drinken en terugkijken. Kan het college voor donderdag een meer serieuze invulling geven van wat ze hiervoor gaat doen? We denken ook met name aan meer aandacht en actie voor de agrariërs in onze groene gemeente. Velen hebben het lastig door gedrukte prijzen en pittige wetgeving. De ChristenUnie wil nog een paar punten benoemen en meegeven. Nadenken over de wijze van communicatie, participatie en coöperatie voor effectief bestuur vinden we belangrijk. En mogelijk leidt dit tot mooie maatschappelijke beweging. Over vluchtelingen en thuisvesting van statushouders spreken we binnenkort uitvoeriger. Ons uitgangspunt is dat er ruimte is voor de vermoeide vreemdeling of vluchtelingen binnen de Dalfse poort. Zoals er ook ruimte is voor alle zwanen aan de vecht. En let daarbij op die foto. Wat gaat het college nu concreet doen aan ondersteuning van DigiBeter bij voortgaande digitalisering van de maatschappij? Is er inzicht in de bebouwingskeuze rondom de N340? Welke objecten blijven en welke verdwijnen? En tenslotte, we stellen voor dat het college een voorstel uitwerkt voor ondersteuning van de 5 duurzame dorpen. Bijvoorbeeld een strippenkaart voor ambtelijke ondersteuning en of extern advies. En hierbij een bedrag van zo'n 10.000 euro op te nemen in de begrotingen voor 2017 en 2018. Voorzitter, we sluiten af. We hebben wel eens kritische opmerkingen, maar waarderen de inspanningen van het college zeer. En we hebben ook de indruk dat het college goed luistert naar de raadgevingen in deze raad. En dat vinden we een positieve houding. Op deze wijze kom je dicht bij de betekenis van wat er staat geschreven in Spreuken 11, vers 14. Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, maar een keur van raadgevers brengt het tot bloei. Er zijn mooie resultaten bereikt en tegelijk zijn er nog voldoende uitdagingen op diverse beleidsterreinen. We wensen het college, ambtenaren en raad Gods zegen toe bij het verder invullen van deze plannen. Deo volente, zeggen we daarbij. We weten ons van hem afhankelijk. Dank u wel. Meneer Nijkamp, dank u voor uw inbreng. En dank u voor uw goede wensen. Ik kijk even rond of er iemand is. Meneer Wildvank, Partij van de Arbeid. Ik heb even twee verduidelijkende vragen. U zegt op enig moment het bereiken van het uiteindelijke financiële kader. Dat gaat even over die transitie van het sociale domein. Bedoelt u daarmee dat we daarmee bereikt hebben dat de volledige reserve die we voor ogen hadden is ingevuld? Dat is de eerste vraag. En de tweede die gaat over dat lijstje met wensen die u alvast inbrengt, suggesties. Voor de
financiële ruimte die er in de begroting is opgenomen. Ik denk dat er meer fracties zouden zijn die misschien ook wel zo'n lijstje zouden kunnen aanbieden. Bedoelt u eigenlijk te zeggen van, moet de raad daar aan zet zijn? Dat is eigenlijk mijn tweede vraag. En dan heb ik nog een laatste, dat is een opmerking. Die zwarte zwanen van u, die zwommen gisteren, zag ik, live hier in de Vecht. Dat was wel heel bijzonder. Dus ze kwamen allebei hier live voorbij. Maar dat is meer een opmerking die ik even niet kan laten. Vindt u het goed dat ik ook de heer Uitslag even een gelegenheid stel, want ik zie dat hij ook een aantal vragen heeft of opmerkingen. Ja, voorzitter. Ik had eerlijk gezegd enig ongemak met het vergelijken van de vogeltrek met het vluchtelingenvraagstuk. Maar ik begrijp de achterliggende gedachte, geloof ik wel. En wat u daarvoor geschreven hebt, daar ben ik het heel erg mee eens. Dus er zijn maar meer vogels in de Vecht. Mijn vraag zou zijn, voorzitter, het lijstje waar de heer Wiltak op doelde. Lijkt me een beetje van, we willen alles wel. Hè, maar de middelen reiken niet tot in de hemel. Als u zou mogen kiezen, waar legt voor u de accent? Eerst even over... Meneer Nijker, precies. Eerst even... Ja, over het financiële kader van het sociaal domein. Daar had u het volgens mij over. Hè. Laten we daar even mee beginnen, met het eerste. En kunt u nog even aanduiden op welke passage u precies duidt? Dat staat onder het kopje, de transformatie in het sociale domein. Ja. En dan zo ongeveer midden in die alinea, dan begint die zin ermee. Het lijkt erop dat deze wijze van werken al vroegtijdig heeft geleid tot het bereiken van het uiteindelijke financiële kader. En ik vroeg mij af, bedoelt u daarmee op de reserve die we willen aanhouden? Nee. Wat we daarmee bedoeld hebben te zeggen, is dat we naast de decentralisatie ook een meerjarentermijn bezuiniging opgelegd hebben gekregen. En in die discussie over die ruimte die ook dit jaar, orde grootte 1 miljoen, is ontstaan, was ook de vraag en ook wel een beetje de suggestie van dat we eigenlijk al op het niveau zitten wat we over een paar jaar zouden moeten bereiken. En in die zin is het inderdaad al eigenlijk financieel zodanig vertaald dat we al dat niveau bereikt hebben. Zo hebben wij het begrepen, maar we horen straks graag van het college of we dat goed geïnterpreteerd hebben. Uw vraag is, klopt het dat we voorlopen op de te realiseren bezuinigingen? Ja. Oké. En de volgende vraag was, wilt u een keuze maken in uw verlanglijstje? Zo ongeveer begreep u het heel wel van. Dat gaat over die 10. En de vraag was volgens mij of de raad aan zet is. Ja, uiteraard is de raad aan zet. Het gaat over financiële ruimte. Dus per definitie is de raad aan zet, lijkt ons. Tegelijkertijd hebben we alvast eens een tiental vingers gevuld met ideeën waar je over na zou kunnen denken. En ik snap wel de uitspraak, of de vraag van de heer Uitslag. Zo van, wat zijn dan de prioriteiten hierin? We hebben even overwogen om daar nummers voor te zetten, 1 tot en met 10. Maar dat zou te veel suggereren. Dus het is ook niet een kwestie van dat deze in een volgorde staan van belangrijkheid. Dat is het nog niet. Maar dit zijn wel onderwerpen waar wij wel heel concreet over na zouden willen denken. Mocht er financiële ruimte zijn. En misschien dat er wel een aantal zijn waarbij je moet zeggen van die financiële ruimte die moeten we gewoon vinden. Maar daar komen we ongetwijfeld bij de individuele beoordeling van deze onderwerpen op terug. Uw antwoord lijkt erg op het antwoord wat de heer Uitslag zo'n 10 minuten geleden gaf. Ja, nou, ik was iets specifieker volgens mij. Het ging zelfs over met twee onderwerpen. Hier staan er 10. Ja. U zegt, ik heb geen nummertje voor gezet. Dat hadden we ook geconstateerd, dus vandaar mijn vraag. Want uw fractie een beetje kennende, is dit ook zeker niet uw prioriteitenlijstje. U zegt zelfs nu zojuist, een aantal zou ik zelfs wel veel verder mee willen gaan. En ik was even op zoek naar die specifieke punten waar u nu net naar verwees. Dat kunt u er lastig op houden. U zegt, er zijn een paar waarvoor we echt verder zouden willen gaan. Nou, die was ik op zoek. Nee, wij geven dus op dit moment niet aan van waar het nou in eerste of in tweede instantie zou moeten worden belegd. Dat is nog niet aan de orde. Maar dit zijn wel, wat ons betreft, 10 onderwerpen waar we echt serieus over zouden willen nadenken. Dank u wel. Als het gaat over die ruimte. Ja, maar het is helemaal duidelijk. Ik bedoel, de scherpte die de heer Uitslag van u vraagt, geeft u gewoon niet. Nee, op dit moment nog niet. Dit is uw inspiratielijstje. Dat zou iets wat voor de troep uitlopen zou. Ja, prima. Dat mag. Anderen nog? Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, dank u wel.
U pleit voor een soort strippenkaart voor de 5 duurzame dorpen voor ambtelijke ondersteuning. Nou denk ik dat iedereen ervan overtuigd is dat een hoge mate van samenwerking dat belangrijk is in het vervolg. Maar om dat nou middels een strippenkaart in te kleuren, daar mis ik een beetje de aansluiting. Kunt u dat eens toelichten? Ik zou graag daarbij willen refereren aan de avond die we gehad hebben met de duurzame dorpen. Daar waren er op zijn minst 3 van de 5 die behoefte hadden aan enige vorm van ondersteuning. Of vanuit de ambtelijke organisatie van de gemeente, of eventueel van externe deskundigen. Dus het minste wat je zou kunnen doen is daar een vorm voor kiezen. En of dat een strippenkaart moet zijn, dit is maar een idee. We vragen ook het college juist om dat verder uit te werken. Waar het ons om gaat is dat we wel eigenlijk een voorstander zijn van enige financiële ruimte om die vraag die daar expliciet is gesteld door meerdere van die duurzame dorpen, om die ook ingevuld te krijgen. En in dat kader zouden we ook ervoor willen pleiten om niet te wachten totdat er een ambitiedocument ligt. Want dat gaat over 2025 tot misschien wel 2050, ik weet het ook niet precies. Het gaat hier om hele concrete ondersteuning, eigenlijk vandaag, morgen, in ieder geval volgend jaar. Dank u wel. Helder punt, denk ik. Ik kijk rond. Mag ik de heer Wildvang van de Partij van de Arbeid uitnodigen? En meneer Nijkamp, dank voor uw inbreng. Ja, dank u wel. Om te beginnen wil ik toch ook graag even de heer Veldhuis feliciteren met zijn toetreden tot de raad. En ik wil ook niet nalaten om Roelof en Amy, ik denk dat ik het zo maar even kan zeggen, ook namens de Partij van de Arbeid, van harte te feliciteren met hun voornemen. Inmiddels is het een gemeenschappelijk voornemen na vanavond. Goed, de begroting van 2017 ligt voor ons. De laatste begroting waar we als raad in deze samenstelling, dat is een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg, realiseer ik me in één keer, maar waarvan we de uitvoering dan gaan meemaken. En er zijn een aantal onderwerpen die onze aandacht vragen. Maar om te beginnen zou ik willen zeggen, het stuk ziet er goed uit, heel goed uit, is goed leesbaar, voorzien van heldere toelichtingen. En soms zijn we het weliswaar niet eens met bepaalde voorstellen of de uitwerking ervan, maar de begroting is prima opgesteld. Goed doorwrocht, zou ik willen zeggen. Compliment. Dals is in meer dan één opzicht gezonde gemeente, waar het goed toeven is. Om te wonen, zeker, maar ook om te verblijven en te recreëren. Goede voorzieningen, goed onderhouden, financieel gezond, prettige leefomgeving, dichtbij een stad van formaat, goed onderwijs, zowel in de gemeente als in de buurt, relatief weinig werkloosheid en een in veel opzichten welvarende gemeenschap. En in deze begroting zitten nou niet direct zaken die er afbreuk aan doen. Dus we zouden kunnen volstaan met deze constateringen en tekenen bij het kruisje. En dan gaat er echt niet iets vreselijk mis. En toch gaan we commentaar leveren op de begroting. Dat doen we niet om te millimeteren of te zeuren over elk detail, maar dat doen we omdat we denken dat het op onderdelen beter kan en soms ook moet. Want vanuit onze overtuiging, sociaaldemocratie, zijn we van mening dat het in een begroting moet gaan over een rechtvaardige verdeling van die welvaart die in Dalfsen toch ruim voorhanden is. Waarbij niemand aan de kant mag blijven staan en waarbij er gelijke kansen zijn voor iedereen. En als mensen echt niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, moet er een vangnet zijn om vallen te voorkomen. En sociaaldemocratie gaat over nog wel iets meer dan een begroting, maar ik beperk me hier even tot die financiële weerslag van het voorgenomen handelen van de gemeente. En dat voorgenomen handelen van de gemeente, waarvan ik denk dat het beter kan en moet, betreft dan het volgende. Financiën. In de afgelopen jaren is er steeds sprake geweest van grote overschotten op de jaarrekening. 2015 vormde daarop geen uitzondering. Voor de komende jaren heeft het college in de begroting de overschotten zelfs al opgenomen, onder de noemer nader in te vullen financiële ruimte. Daar is op zichzelf vooruitgang. In plaats van alles dicht te timmeren en achteraf met een overschot te worden geconfronteerd, houden we nu vooraf al rekening met een overschot en gaan we die ruimte de komende tijd invullen. Bij de inrichting van woonstraten hebben we in de afgelopen jaren een paar keer gevraagd de regie op die inrichting helemaal bij de bewoners te laten. Dat durfde het college toen niet aan. Nu heeft het er de schijn van dat het college het ook niet aandurft het aan de raad over te laten wat te doen met deze financiële ruimte. Ze komen met een eigen voorstel. Misschien heb ik het verkeerd gelezen of verkeerd begrepen, maar mijn oproep zou zijn de raad in positie te brengen om nieuwe ideeën te ontwikkelen en in te brengen met het oog op de financiële ruimte. Inkomensgrens.
Er bestaat een inkomensgrens voor inwoners om in aanmerking te kunnen komen voor een aantal vormen van aanvullende ondersteuning. Die grens ligt in Dalst op 110% van het bijstandsinkomen. In Zwolle wordt een grens van 130% gehanteerd en in Utrecht wordt voor sommige onderdelen zelfs een grens van 200% gehanteerd. Wij willen bij deze pleiten voor een verhoging van die inkomensgrens en als norm 130% hanteren. Ik hoor graag de reactie. Duurzame bouw en verbouw. Dalst heeft een aantal jaren geleden verduurzaming centraal gesteld. Dit ook in verband met de gestelde milieudoelstellingen. Het zou helpen als inwoners en toekomstige inwoners zoveel als mogelijk worden gestimuleerd om bij hun bouw-verbouwplannen duurzaamheid voorop te stellen. Een mogelijkheid om dit te stimuleren zou zijn het lezersvrijmaken van bouwvergunningen bij die plannen waar duurzaamheid voorop heeft gestaan. Duurzaamheid by design, zeg maar. Verschillende gemeentelijke heffingen. In de begroting wordt voorgesteld een, overigens kleine, verhoging van de gemeentelijke belastingtarieven toe te staan. 1% trendmatige verhoging. Daar zou ik het normaal gesproken wel mee eens zijn. In de systematiek wordt vaak gekeken naar wat je als gemeente maximaal zou kunnen, mogen heffen. En het verschil wat je dan feitelijk in rekening brengt, wordt dan gezien als ruimte. Dat vind ik overigens een wat vreemde aanduiding. Ruimte namelijk ben je geneigd om te benutten. En deze ruimte zouden we bij voorkeur nou net niet willen benutten. Voor Zandt, zeker gelet op het overschot ook weer in 2016, is mijn voorstel die trendmatige verhoging voor 2017 maar even in te slikken. Laat die ruimte maar ten goede komen aan de inwoners. Service en servicepunten. De gemeente onderhoudt in Nieuw-Leuzen-Lemelenveld de lokale servicepunten. Zoals ook al in de voorjaarsnota betoogd, doet het gerucht met enige regelmatige ronde dat de punten gesloten worden. En moet gezegd, uit de kadernota publieksdienstverlening blijkt dat voornemen niet. Wel worden er wijzigingen voorgesteld waar nogal verschillend op wordt gereageerd. En ik pleit bij deze voor het niet alleen openhouden van de servicepunten, maar ook dat er meer bekendheid aan wordt gegeven, dat gezocht wordt naar de mogelijkheid om ook een moment te hebben van openstelling buiten kantooruren en dat uitdrukkelijk ook de samenwerking wordt gezocht met organisaties die ook ter plekke actief zijn om die openstelling meer robuust te maken. En een soortgelijke oproep geldt ook voor de consultatiebureaus, want ook daar vragen we om structurele handhaving in de kernen, want een centralisatie in één of twee kernen staat haaks op het uitgangspunt zorg dicht bij de mens. Werk en zorg. Voor de Partij van de Arbeid staat werk centraal als het erom gaat mensen in staat te stellen hun eigen leven zoveel als mogelijk zelf en zo goed mogelijk in te richten. Werk levert sociaal-maatschappelijke zelfstandigheid op en stelt mensen in staat hun eigen keuzes te bepalen. Het zoeken en vinden van werk is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de mens zelf. En soms lukt dat niet, om welke reden dan ook. In dat geval kan ook de gemeente Dalfsen een rol spelen. Eind 2014 is de wet garantiebanen en quotum met arbeidsbeperkten aangenomen. Tot 2026 moeten er 125.000 extra banen worden gerealiseerd, waarvan 25.000 door de overheid. De garantiebanen zijn bestemd voor mensen die wel kunnen werken, maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Kunt u aangeven of en in hoeverre u hier al vooruitgang hebt geboekt? Een belangrijk terrein in dit verband is het sociaal domein. We zien dat de hoogte van de eigen bijdragers, bijvoorbeeld bij huishoudelijke hulp, ertoe leidt dat bepaalde groepen inwoners geen aanvraag meer doen of bestaande hulp moeten beëindigen. Die eigen bijdrage kan momenteel oplopen tot €26 per uur hulp. Dat kost arbeidsplaatsen als mensen dat opzeggen en het brengt mensen die hulp nodig hebben in de problemen. Bent u bereid, college, de hoogte van de eigen bijdrage nog eens onder de loep te nemen? Kroonplein. In 2015 hebben we over het Kroonplein in Lemelenveld het volgende opgemerkt. En dan citeer ik. Naast parkeren is er ruimte voor verblijven in een veilige en sfeervolle omgeving met zoveel mogelijk groen. We houden vast aan ons uitgangspunt dat het tevens een plein moet worden dat uitnodigt om te verblijven, waarvoor mensen graag van de fiets stappen. Nou, dat met die parkeerruimte is goed gelukt. En veel inwoners van Lemelenveld zijn daar oprecht blij mee. Maar tijdens een paar korte bezoekjes die we de afgelopen weken hebben gebracht aan het plein, kwamen we toch wat kritiekpunten boven. Kaal, geen groen en soms onoverzichtelijk en daardoor onveilig. Bent u als college bereid om nog eens opnieuw hiernaar te kijken, mocht de evaluatie daar aanleiding toe geven? En bent u bereid die evaluatie in de tijd naar voren te halen? Voedselbank. Al in een eerder stadium hebben we een keer gevraagd
om te bezien of er reden is de voedselbank bij te staan. Ze fungeert feitelijk als distributiemechanisme tussen leveranciers en afnemers. Zijn er de inwoners van de gemeente Dalfsen. Die distributie kost opslag en dat kost geld. Meer geld dan waar de voedselbank over kan beschikken, nu de afnemers niet in staat zijn te betalen voor hun afname. Hier vragen we het college, en we weten dat u er niet afwijzend tegenover staat, vragen we de gemeente om in te springen. En dan het punt van de subsidies voor de kleine instellingen. Daar hebben we al vaker een punt van gemaakt. In 2011 is er een generieke korting, de kaasschaaf, toegepast op een flink aantal kleine en ook grotere instellingen. Instellingen die een maatschappelijk belangrijke rol vervullen in onze samenleving. De grotere instellingen laat ik nu even rusten, al zit ons de bezuiniging voor de bibliotheek nog wel wat dwars. Maar ik beperk me even tot de echt kleine instellingen, CQ-activiteiten. Dan blijf ik het onbegrijpelijk vinden dat die bezuinigingen niet zijn teruggedraaid, gelet op de riante overschotten van de afgelopen jaren. Opgeteld gaat het over 8 kleinere zaken met een subsidiebedrag onder de 2500 euro per jaar. Bijvoorbeeld Oranjevereniging, het schoolvoetbaltoernooi, Paltof. In totaal is daar 5000 euro op bezuinigd. Kunnen we dat nou niet terugdraaien? En dan armoedebestrijding. En dan citeer ik even. Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro beschikbaar om alle kinderen kansen te geven. Einde citaat. Dat is de aanhef van de brief die minister Kleinsma op 20 september jongsleden schreef. De uitwerking van dat voornemen moet nog plaatsvinden, maar duidelijk is dat de gemeente daar een rol krijgt. Heeft u al een plan hiervoor? En bij het laatste maak ik nog even een laatste kanttekening ook. Dat plan. Dat maken van een plan. In de diverse media lazen we de afgelopen week de volgende, en ik noem het toch maar even wat wilderiaanse, kort door de bocht tekst. En dan citeer ik weer. Inwoners van de gemeente Dalfsen die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering, moeten voortaan zelf een plan schrijven hoe ze weer aan het werk willen komen. We gaan eerst een plan maken en dan pas een uitkering, zegt wethouder Van Leeuwen. Wie niet meewerkt, wordt gekort op zijn of haar uitkering. De werkloze wordt deelgenoot van zijn probleem. Einde citaat. Eerlijk gezegd stuitte me die tekst wat tegen de borst. Alsof iemand die de botte pech heeft om langere tijd werkloos te zijn, zelf niet door heeft dat hij of zij een probleem heeft. Nee, dat moet nog even door de gemeente worden onderstreept als zijnde jouw probleem. In mijn ogen is het niet alleen een suffe tekst, hij is ook nog alleen maar bedoeld om in te spelen op het onderbuikgevoel. Mijn vraag, wethouder, hebt u wel een plan? Bijvoorbeeld voor die garantiebanen. Wat gaat u doen om het allemaal op te lossen? En ik ga niet uitleggen wat ik bedoel met allemaal en oplossen, want dat hoeft namelijk niet in onderwijsdiscussies. Ik vond de tekst echt onder het niveau. Wellicht kunt u wat afstand van nemen en echt uitleggen wat u nou wilt doen en hoe u er echt in zit. Tot zover. Meneer Wildvang, dank u wel. Ik kijk even rond of er iemand in de raad is die behoefte heeft om hierop te reageren of om vragen te stellen. Meneer Veldhuis, VVD. Dank u voorzitter. Ik heb een vraag over bij de inkomensgrens. Wilt u een grens gaan hanteren van 130% als norm? Mijn vraag is, waar komt die 130% vandaan? Is daar een gedachte voor u? Ligt die daarachter? Meneer Wildvang, wat is de achterliggende gedachte bij 130%? Als ik het vanuit de inhoud zou moeten benaderen, zou ik zeggen, nou ja, 110% achten wij wel zo ongeveer het. Als mensen dan komen met een vraag voor bijzondere bijstand of iets dergelijks, dan zitten ze echt op het absolute bestaansminimum. 110% vinden wij een te lage grens. Wij zouden willen dat mensen tot 130%, dat die grens op 130% wordt gesteld, zodat ze wat makkelijker en wat eerder in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage. Dit is overigens, ja, dat getal is in het verleden wel vaker aan de orde geweest. Dus ik herhaal het op dit moment. Het is meerdere keren al geprobeerd om het op die 130% te brengen. Dus pas als je boven die 130% komt, dan val je buiten de bijdrage. Is dat voldoende, meneer Veldhuis? Meneer Royakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Ook nog even over die 130%. Op zich is dat heel sympathiek. Je gunt iedereen een goed leven. Maar precies. Misschien dat het belangrijk is om te vragen om daar toch gedegen nog eens de cijfers op een rij te laten zetten. Omdat je ook te maken hebt met
huursubsidie, je hebt te maken met zorgtoeslag, je hebt te maken met een heleboel toeslagen en bijslagen, waardoor je ook het risico loopt dat je in een soort armoedeval terechtkomt op het moment dat je een baan vindt of op het moment dat je dat het weer wat beter met je gaat. Dus dat is toch een waarschuwing. Maar je kunt het natuurlijk iedereen. Maar dat is goed om te kijken dat die stapeleffecten dat die worden vermeden. Ik weet niet of dat u het daarmee eens bent. En verder wil ik nog even ingaan op die eigen bijdrage waar u van hebt over 26 euro per uur. Maar ja, dat is wel ongeveer de hoogste die je hebt. En dan moet je toch al gauw denken aan mensen die 4000 euro in de maand te besteden hebben, denk ik, bruto. Nou, dat zijn mensen die, denk ik, in het algemeen ook een gewone werkster kunnen betalen. Dus ik weet niet of dat terecht is om hier die 26 euro te noemen. Ik stel volgens mij twee duidelijke vragen aan de heer Wildvank. Eén is armoedeval en twee, is het zo erg dat mensen met 4000 bruto inkomen 26 euro moeten betalen voor een hulp en huishouding? Doe het even kort in de bocht. Ik weet niet zeker of ik nou echt wel vragen heb gehoord. Ik heb meer constateringen gehoord volgens mij. Ja, maakte ik toch vragen. Maar ik zal het als vraag benaderen. Ja, die armoedeval, dat is misschien wel een punt wat we even goed onder ogen moeten zien. Maar je kan met evenveel recht zeggen, ja, dat doet zich in wezen ook al voor bij die 110%. Wij denken dat dat minder problematisch wordt naarmate die grens wat hoger komt te liggen. En ik sluit me graag bij u aan, als u dit zou ondersteunen, dat we dat even nog nader moeten onderzoeken. Dan het punt van die eigen bijdrage. Ja, we kennen die norm. Zo simpel is het. En of dat nou op 4000 euro zit, dat vraag ik me wel even af. Maar we kennen een eigen bijdrage van 26 euro per uur. Dat vind ik vrij fors. Ja, maximum zeker. Maar dat vind ik wel vrij fors. En wij hebben gemeend, wij hebben denk ik gezien, dat er mensen zijn die ofwel stoppen met hun met de hulp die ze ontvingen, ofwel het niet eens aanvragen vanwege de hoogte. En dat is niet altijd 26 euro, maar dat kan ook 15 of 20 euro zijn. Dat is niet altijd in alle gevallen hetzelfde. Maar de hoogte van de eigen bijdrage maakt dat sommige mensen geen aanvraag doen of een lopende ondersteuning beëindigen. En dat vinden wij zorgelijk. En ik noem het voorbeeld even van die hoogte van die bijdrage om het iets te illustreren. Dank u wel. Mag ik met heer Klein-Koerkamp van Gemeentebelang het woord geven? Dank u wel, voorzitter. Meneer Wildvank, u schrijft over de mensen met een bijstandsuitkering dat u zich stoort aan dat ze een plan moeten schrijven. Maar om deze mensen weer aan het werk te krijgen, moet je maatwerk leveren. En dan moet je wel een plan hebben wat daaraan de grondslag ligt. Bent u met het maatwerk en hoe we dat dan doen met begeleiding, et cetera, het met me eens? Oh, zeker. Dat lijkt me een heel duidelijk antwoord. Anderen nog? Niet? Meneer Veldhuis, tot slot. VVD. Ik had nog één vraag. Meneer moet nog even blijven staan, meneer. Ik had nog één vraag, die was net even vergeten te stellen. Excuus daarvoor. Het Kroonplein, stelt u nu voor om daar extra budget nog voor beschikbaar te stellen? Ik heb gevraagd voor mij om de evaluatie zo snel mogelijk te doen, om te bepalen of daar toch niet wat extra zou moeten worden geïnvesteerd. Wij denken dat het wat aan de kale kant is, laat ik hem even zo zeggen. En als dat met zich meebrengt, die evaluatie, dat we tot de conclusie komen dat dat Kroonplein wel iets meer aankleding verdient. En dat zou dus extra geld kosten. Dan zijn wij de eerste die zegt van doen. En nogmaals, in de begroting zit die ruimte wel. Dat hebben we al lang gezien. Dank u wel, meneer Wildvank. Mag ik het woord geven aan de heer Royakkers, D66. Voorzitter, dames en heren. Titel van mijn bijdrage is voor twee uitleggen vatbaar. Er staat: Dalfsen is een schatrijk, maar je kunt ook zeggen: Dalfsen is schatrijk. En de toevoeging daarom nu vooruit, dat komt natuurlijk uit onze partijslogan, dat snapt u, maar dat heeft ook wel inhoudelijke punten. Dames en heren, de hoofdconclusies van D66 wijken niet af van eerdere beschouwingen en ook niet van vele van mijn voorgangers vanavond. Ons huisartsboekje is prima op orde en we lopen vrijwel geen financieel risico. Dalfsen wint allerlei prijzen, scoort veel groene resultaten en komt goed in de pers. Ook met de uitvoering van de WMO en andere decentralisaties lijkt het allemaal goed te gaan. Maar aan de andere kant zien we de laatste maanden
wel meer spanningen ontstaan. Meer dan we gewend zijn. Spanning tussen burgers en bestuur, met name ten aanzien van de plannen voor de huisvesting van vergunninghouders. En spanning binnen de Raad, waarbij een paar weken geleden de fracties van Gemeentebelang en ChristenUnie ervoor hebben gezorgd dat het debat over de noodzakelijke maatregelen van snelle integratie van vergunninghouders is verdaagd. Erg jammer. En wat D66 betreft een gemiste kans. Wij zijn van mening dat de mensen in Dalfsen de vraag van het waar best kunnen scheiden van het hoe. Terugkerend naar de programmabegroting, constateer ik dat de opstellers kennelijk vinden dat de raadsleden echt dichter bij de inwoners staan dan het college. Raadsleden worden vermeld met voor- en achternaam, terwijl de collegeleden worden aangeduid met titels en alleen voorletters. Onderscheid moet er zijn, dames en heren. Inhoudelijk constateer ik dat door de nieuwe begrotingssystematiek de vergelijking met eerdere jaren slecht te doen is. Deze door het Rijk opgelegde systematiek heeft ambtelijk veel werk gekost, waarvoor hartelijk dank. Dat neemt niet weg dat extra informatie en vergelijkingen nuttig en welkom waren geweest. Maar kennelijk was de mankracht daar nu niet voor. Ook viel het op dat veel referenties en vergelijkende kentallen erg oud of afwezig waren. Inhoudelijk wil ik ingaan op de volgende 5 punten. Op de eerste plaats de risicobeoordeling en het door mij geconstateerde gebrek aan zelfvertrouwen bij ambtenaren en bestuur. Op de tweede plaats het grondbeleid. Dan de veiligheid en leefbaarheid langs de N340 en de N377. Inderdaad, voor de derde achtereenvolgende keer. Dan de burgerparticipatie, met name Jong Dalfsen. En op de laatste plaats doen we een voorstel voor het goed gebruiken van onze beschikbare middelen in de komende 4 jaar. En meneer Uitslag, dat zijn geen 10 punten, maar slechts 2. En ook, we zijn wat minder zuinig dan de gemeentebelangen die 5000 extra wil en de ChristenUnie die 10.000 wil. We zijn daar wat royaler mee. Op de eerste plaats. In de inleiding van de programmabegroting en in paragraaf 1.3 van het financieel meerjarenbeeld stelt het college dat de risico's ten opzichte van de beheersmaatregelen in het model te sterk zijn aangezet. Ik ben het daar helemaal mee eens. Maar volgens D66 zijn ze daar zelf ook bij. In de systematiek kun je de kansen en de gevolgen ook anders inschatten. Misschien ook een uiting van een gebrek aan zelfvertrouwen. In dat verband viel ons op dat in veel gevallen genoemd wordt dat er extern onderzoek gedaan moet worden. Vaak is dat ons inziens onnodig en te duur. Ik zeg, durf te vertrouwen op het uitgezette beleid en de beoordeling van onze eigen mensen. Zeker als er geen echte noodzaak is of als er niet expliciet om wordt gevraagd. En gezien de beperkte tijd ga ik hier geen voorbeelden noemen, maar die zijn er vele. Op de tweede plaats het grondbeleid. Daarvoor geldt iets soortgelijks. We hebben recent een beleid vastgesteld en constateren nu dat dit realistisch was. Laten we dan gewoon op deze weg doorgaan. Er worden namelijk nog miljoenen winst uit het grondbedrijf voorzien. Wat betreft D66, liever zuinig met de uitgifte, dus geen extra stimulering, geen aanvullende onderzoeken, maar doorgaan op de aangegeven weg, die succesvol was. Op de derde plaats constateer ik voor de zoveelste keer dat het college nog steeds gelooft dat de veiligheid en leefbaarheid langs de N340 en de N377 bij de provincie in goede handen is. Het duurt ons allemaal veel te lang tot daar duidelijkheid over is. Heeft het college een plan B? Over burgerparticipatie op de vierde plaats wordt veel gesproken. Gelukkig is ons initiatief voor een jongerenraad het afgelopen jaar creatief opgepakt door de gemeente. Je mag wel zeggen dat Jong Dalfsen door goede samenwerking tussen een jongere zelf, namelijk Sam Logge, de stagiaire van de gemeente en het SMON, succesvol is geweest. Met social media zijn erg veel jongeren bereikt en is interessant onderzoek gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van alcohol en drugs. Deze vorm is enorm aangeslagen en blijkt een echte meerwaarde te hebben. De Raad wacht helaas nog op de resultaten. Het college stelt voor om pas begin 2017 aan Jong Dalfsen een vervolg te geven in het nieuwe communicatiebeleid. D66 is van mening dat het eeuwig zonde is het begonnen initiatief een half jaar te laten liggen, met het risico dat je daarna weer opnieuw moet beginnen. Waarom niet sneller doorgaan op de succesvolle weg?
En als we het dan toch over communicatie hebben en het betrekken van de burgers bij je beleid, moet je dan zinnen gebruiken zoals, en ik citeer, vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief verzocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptieve maatregelen. Veel succes. Als laatste mijn bijdrage over de bestemming van de beschikbare financiële ruimte. Gelukkig is die er nog veel, want de andere partijen waren heel bescheiden. Volgens het college is dat ongeveer 1,2 miljoen euro in de komende 4 jaar. Zonder alle reserves voor eventuele tegenvallers is die ruimte echter meer dan een dubbele. Nog los van de vele miljoenen die als opbrengst uit het grondbedrijf worden verwacht. Wel nu, het voorstel van D66 is om deze ruimte als volgt te besteden. Dan heb ik 2 punten. A. Of op de eerste plaats, wat u wilt. Investeer in jonge kinderen. En ik heb gehoord dat veel partijen dit wel zullen steunen. Want uit onderzoek blijkt dat als je wat wilt doen tegen armoede, het erg effectief is om te investeren in erg jonge kinderen. Dus bij een voorschoolse opvang en nog daarvoor, in de leeftijd tot 5 jaar, is de meeste winst te behalen. Investeer dus in goede zorg en onderwijs voor zwakkere kinderen en regel ook de opvang in goede gastgezinnen, met name voor kinderen die uit zwakke milieus zijn en die in armoede moeten opgroeien. En zorg ook voor een goed georganiseerde en praktisch uitvoerbare vroegsignalering. We hebben die wijkteams. Zorg daarvoor. En in een latere levensfase betaalt zich dubbel terug deze investering in betere schoolresultaten, minder werkloosheid, minder beroep op sociale voorzieningen, etc. etc. Ik heb de raad een stukje gestuurd om dat te instrueren, maar door het probleem met de mail is dat niet aangekomen. Maar Joost heeft dat inmiddels gedaan. Hartelijk dank. Het tweede deel van het voorstel voor de besteding van beschikbare financiële ruimte is om een stevig revolverend duurzaamheidsfonds te maken als onderdeel van het lang verwachte gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Dat hopelijk begin 2017 wordt gepresenteerd. Dat was het. Ik ben in afwachting van uw vragen en opmerkingen en natuurlijk van de antwoorden van het college. Namens D66 hartelijk dank voor uw aandacht. Meneer Royaks, mag ik u danken voor uw inbreng en mag ik u ook feliciteren met het feit dat u de eerste bent tot nu toe die binnen de tijd is gebleven. Dank u wel. U weet, ik hou niet van straffen, maar belonen des te meer. Dank u vriendelijk daarvoor. Mag ik anderen nog uitnodigen om de heer Royakkers te bevragen? Is daar behoefte aan? Mevrouw Kappert. Ja, dank u voorzitter. Meneer Royakkers, u heeft het over investeren in jonge kinderen, in jonge gezinnen. En daarbij doelt u op dat artikel wat u ons heeft toegestuurd. Ik heb het even snel kunnen lezen. En ik ben benieuwd hoe u dat voor zich ziet. Nou, we hebben als gemeente, dat staat ook in de programmabegroting, verantwoordelijkheid om te gaan coördineren de voorschoolse opvang en wat we daaraan moeten doen. En dit zou daar een onderdeel van kunnen zijn. Wat we ook kunnen doen is bij het armoedebeleid rekening houden met signalering van gezinnen waar problemen zijn. En daar extra aandacht aan schenken. We hebben jeugdsportcoaches, we hebben wijkcoaches, we hebben sociale begeleiding. Opbouwwerkers. We kunnen op allerlei manieren een helpende hand bieden. En dat wil niet zeggen dat we kinderen uit huis moeten gaan plaatsen, maar we kunnen ook ouders helpen met opvoeden. En we kunnen kinderen ook een omgeving bieden waarin ze meer leren en beter voorbereid zijn op de toekomst. Want het is, dacht ik wel, algemeen bekend dat het heel lastig is om als je in bepaalde milieus opgroeit en om daar uit te komen. En daar willen we ze dan een handje bij helpen. Dat is voldoende, mevrouw Kappert. Andere? Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. We weten dat de heer Royakkers hecht aan goede communicatie en daar laagdrempelig in wil zijn. Maar u maakt melding van een revolverend duurzaamheidsfonds, wat waarschijnlijk ook buiten deze raad bijna niemand begrijpt wat dat is. Maar even over de inhoud daarvan. Dit suggereert dat u al een helder beeld hebt van waar we dan naartoe willen en hoe we dat willen bereiken. Want u hebt al een middel nu gepresenteerd, terwijl de vraag nog is van wat gaan we nou met elkaar doen? En wat willen we bereiken? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Hey, bedankt voor uw opmerking over mijn formulering.
Wat ik bedoel is een pot met geld die bestemd is voor duurzame uitgaven, duurzame investeringen. Maar meer in de sfeer van leningen en investeringen die later weer terugkomen, zodat je op den duur met dat fonds verder kunt. Zodat het niet. En het idee was ook dat we er nu over praten, ook gezien onze goede financiële toestanden, dat we niet ieder half jaar als er weer iets opkomt of dat er weer een kazerne moet worden verbouwd of of ergens zonnepanelen op moeten komen, weer gaan discussiëren over waar we het geld vandaan halen, maar dat bijvoorbeeld uit zo'n fonds zou kunnen komen. Ik heb geen concrete, om op de tweede vraag antwoord te geven, geen concrete ideeën daarover. Maar we weten met z'n allen, in de Raad spreken we heel vaak uit, we vinden duurzaamheid belangrijk. Nou, put your money where your mouth is, een andere ingewikkelde term, gewoon in het Engels. Dus als je iets belangrijk vindt, moet je er ook geld voor ter beschikking willen stellen. En we hebben verschillende fracties gehoord over asbest. Dat zijn allemaal zaken, zonnepanelen voor asbest. Je kunt heel veel dingen onder bedenken die je ook in zo'n revolverend duurzaamheidsfonds kunt doen. Omdat dat soort investeringen op den duur ook geld moeten gaan opleveren. En het is niet de bedoeling om een bodemloze put te vullen, maar het is de bedoeling om echt mensen te helpen om die investeringen te doen. Oké, dank u wel, want anders gaan we nog buiten de tijd. En het is buitengewoon ingewikkeld om makkelijk te praten. Meneer Veldhuis, VVD. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb nog even een vraag aan meneer Rooijakkers. U zegt de zorg voor een goed georganiseerde en praktische uitvoerbare vroegsignalering, zegt u bij de investering in jonge kinderen. Is dat dan niet een taak voor de sociale kernteams? Ja, dat was ook een van de punten die ik noemde. Maar je hebt natuurlijk consultatiebureaus, je hebt kernteams, je hebt peuterzaalleidsters en leiders en je hebt een infrastructuur. Maar je moet wel die signalen binnenhalen, herkennen en actie nemen. Ja. Meneer Rooijakkers, mag ik u bedanken. Meneer Veldhuis, mag ik u uitnodigen? Dank u wel, voorzitter. Als eerste, voordat ik start met mijn maiden speech, zoals dat dan heet. Nog even dank ook aan mijn voorganger Roelof voor de afgelopen jaren. Goede samenwerking gehad en ik kijk ook nog zeker uit naar de samenwerking die we de komende weken nog wel zullen hebben in het kader van overdracht. Ik zie ook zeker uit naar de samenwerking met u als raad en u als college. Goed, het stuk waar het om gaat voor vanavond, voor ons, heeft als titel Waakzaam blijven. Allereerst complimenten aan de ambtelijke organisatie voor de oplevering van een helder stuk. Het is goed leesbaar. De nieuwe systematiek maakt de begroting in onze ogen logischer. We beseffen ons wel dat elke wijziging het vergelijk met voorgaande jaren voor nu even lastiger maakt. Maar wij spreken hierbij wel de verwachting uit dat deze systematiek zal leiden tot het beter vergelijkbaar maken van onze gemeente met andere gemeentes. De programmabegroting laat zien dat we als gemeente Dalfsen op de goede weg zijn. Het legt een solide basis onder een goed financieel beleid. We zien de afgelopen jaren een sluitende begroting en hierdoor hebben we goede buffers opgebouwd om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het gevaar hiervan is dat we achterover gaan leunen en denken dat we het allemaal wel gaan redden. En juist daar moeten we voor oppassen. Er zijn namelijk ook risico's die maken dat voorzichtigheid geboden is. Risico's die buiten onze invloedssfeer liggen en risico's die binnen ons bereik liggen, waar wij als raad invloed op kunnen uitoefenen. De VVD vindt dat we hieraan moeten werken. Ook als dit betekent dat dit op korte termijn leidt tot extra uitgaven, uiteraard met de gedachte dat deze uitgaven zichzelf terugverdienen. Over welke risico's hebben we dan? Denk aan mensen op drift. De onrustige situatie in het Midden-Oosten en Afrika maakt dat er veel mensen op de vlucht zijn geslagen. Het is u allen duidelijk dat de VVD staat voor zoveel mogelijk opvang in de regio's. Maar daarnaast zorgt het Turkije-deal ervoor dat ook vluchtelingen moeilijker Europa binnenkomen. De mensen die wel Europa binnenkomen, moeten sober opgevangen worden volgens het bekende brood, bad en bed-principe. We hebben de afgelopen maanden gezien dat de toestroom sterk is teruggelopen. Zo sterk dat geplande AZC's niet gebruik hoeven te worden en vergunninghouders via de normale weg woningen kunnen krijgen. Allemaal mooi.
Maar laten we hier de ogen niet voor sluiten. We zien natuurlijk ook dat de oorlog in Syrië nog niet voorbij is. We zien ook dat de VN inschattingen maakt over vluchtelingen die op drift kunnen raken bij Mosul, Aleppo, etc. En we zien ook dat de deal met Turkije heel broos is. Als deze komt te vervallen, kan het zomaar zijn dat we een jaar teruggeworpen worden in de tijd. Wat dan? In de eerste instantie een zorg voor de landelijke politiek, maar dat kan al heel snel een probleem voor de lokale politiek en de bewoners van de gemeente Dalfsen worden, zoals we de afgelopen maanden ook gezien hebben. Decentralisatie van het sociale domein. De VVD vindt dat de decentralisatie van het sociale domein tot nu toe voor Dalfsen goed uitpakt. De eerste cijfers die we zien van het college laten een bemoedigend beeld zien. Dalfsen heeft de decentralisatie tot nu toe goed in kaart gebracht. De chaos die verwacht werd blijft gelukkig uit. Allemaal mooi, maar ook hier geldt dat we onze ogen niet moeten sluiten en achterover moeten gaan leunen. We weten immers nog lang niet alles. We hebben nog geen vergelijkingscijfers met andere gemeentes en we weten op een aantal onderdelen nog niet hoe we exact gescoord hebben. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de onzekerheden rondom de jeugdzorg. Burgerparticipatie. Terecht verlangt het college participatie van haar bewoners. Burgerparticipatie vergroot de betrokkenheid en je realiseert een grote draagvlak onder de bevolking. Het college onderneemt hier al stappen in. Maar ook hier zien we dat dit niet in alle gevallen goed werkt. De VVD staat voor een beperkte overheidsbemoeienis en dus een kleine overheid. Burgerparticipatie is daarbij een voorwaarde en we beseffen ons dat dit niet eenvoudig is. Dan onze punten ten aanzien van de programmabegroting. De VVD heeft bij een aantal programma's wat vragen en opmerkingen. Punten waar we het college vragen om hier nog eens een keer goed naar te kijken. Als eerst een algemeen punt. Bij een aantal programmaonderdelen staat onder het kopje, hoe meten we dat, de opmerking geen meerjarige indicator geformuleerd. Vraag van ons is, betekent dit dan ook dat hier geen indicator voor komt? Of komt deze later? En als je het niet meetbaar maakt, is het lastig te bepalen of de gewenste resultaten behaald zijn. Programma, bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen. De VVD vindt het van belang om richting te geven aan het beleid van de gemeente. De missie en visie van een organisatie en dus ook die van de gemeente geven richting. Hieraan koppel je de doelstellingen die je als college wenst te behalen. Dit maakt het ook eenvoudiger om de gewenste resultaten meetbaar te maken. Kortom, je werkt ergens naartoe. En in dit licht bevreemdt het ons dat de gemeente in 2017 de missie en visie eens tegen het licht wil gaan houden om hem in 2019 te gaan actualiseren. Aangezien de missie en visie dienen als een kompas voor zowel de organisatie en het beleid, willen we het college vragen deze in 2017 te actualiseren. Programma Beheer en Openbare Ruimte, de N377. Voor de VVD is hier de veiligheid van belang rondom de aansluitingen en het oversteken op de N377. De wijze waarop deze aansluitingen worden gerealiseerd, door verkeerslichten, rotondes en snelheidslimieten, bepalen de mate van veiligheid. Op welke wijze houdt het college hier vinger aan de pols bij de provincie? De N340. We vragen het college om te onderzoeken hoe de ontsluiting vanuit Dalfsen gaat verlopen, uitgaande van de situatie als de hele N340 gereed is. We krijgen in die nieuwe situatie vanuit de verschillende woonwijken extra verkeer op de rondweg van Dalfsen naar de N340 door de afsluiting van andere oude toegangswegen, zoals bijvoorbeeld de Leemkuleweg, de Engelandweg en de Welsummerweg. En de nieuwbouw Oosterdalfsen. Zijn de rondweg en de toegangswegen en aansluitingen vanuit de woonwijken hierop berekend op de toenemende verkeersvraag? Mogelijk moeten we hier extra maatregelen voor worden genomen. Bijvoorbeeld een rotonde bij de GNRS Rondweg. Veiligheidsmaatregelen voor fietsers bij de rotonde Wilhelminestraat Rondweg. Van deze laatste is vorige week al een motie aangenomen. Programma Economische Zaken. De VVD ziet leegstand in de winkelgebieden als ongewenst. In onze gemeente zien we dit wel ontstaan. Welke plannen heeft het college om deze leegstand tegen te gaan en zitten deze plannen al in de begroting verwerkt? De VVD vraagt het college om een actieplan te realiseren. Wij denken zelf dat de gemeente bijvoorbeeld een leegstand pand zou kunnen huren in een winkelgebied van Nieuw-Leuzen, Dalfsen of Lemelenveld. En hier vervolgens volgens het shop-in-shop of pop-up stores idee kleine ondernemers ruimte te geven om tegen sterk gerealiseerde huurprijs een winkel te starten.
Dit geeft extra inloop in de winkelgebieden en biedt starters de mogelijkheid om laagdrempelig een winkel te starten. Hoe denkt het college over dit soort constructies waarbij de gemeente een actieve rol in gaat nemen in het tegenstaan van leegstand en het bevorderen van ondernemerschap? Het programma Onderwijs en Vrije Tijd. Voor de WOC Campus Nieuw-Leuze is deelname van landsteden van belang. In de pers lezen we dat landsteden in de financiële problemen verkeert. Landsteden is intussen druk in de weer om dit tij te keren. Maar we hebben nog niet de bevestiging gezien dat landsteden daadwerkelijk mee gaat doen aan de WOC Campus. Kan de wethouder hier al meer duidelijkheid over geven? En is het besluit formeel al door landsteden genomen? Inkomensondersteuning. Voor de VVD geldt dat vergunninghouders, net als alle andere inwoners die een bijstanduitkering ontvangen, zo snel mogelijk naar werk moeten worden geholpen. De maatregelen die de gemeente voorstaat om de inburgering te bevorderen, helpen hier zeker bij. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wethouder Van Leeuwen stelt dat mensen met een bijstand eerst een plan moeten maken en dan pas gebruik kunnen maken van de bijstand. Nou, hier gaat ons liberale hart haast niet harder van kloppen. Een uitstekend idee. Onze vraag is nu, geldt dit ook straks voor de vergunninghouders? En zo ja, wanneer? En welke maatregelen neemt het college om de vergunninghouders zo snel mogelijk aan werk te helpen? Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Het college heeft aangegeven een inventarisatie te starten naar asbest in de gemeente Dalfsen. We hebben hier nog niets van gezien en zien hier ook niets van terugkomen in de begroting. Dit terwijl andere partijen, zoals woningcoöperaties, hier al wel mee bezig zijn. Voor met name de agrariërs kan het weghalen van asbest grote financiële consequentie hebben. Onze vraag is of het college al een idee heeft hoe groot het asbestprobleem is binnen de gemeente Dalfsen. En kunnen we deze inventarisatie in 2017 verwachten en zo niet, wanneer wel? Het college stelt dat ze afspraken heeft gemaakt met de woningcoöperaties over het versneld bouwen van sociale huurwoningen. Bedoeld om onder meer vergunninghouders op te kunnen vangen. Hoe gaat dit eruit zien? Komen er extra nieuwbouwlocaties? Worden er plannen naar voren getrokken? Of worden er meer woningen toegewezen aan deze doelgroep? Meer dan de 10% waar we nu tot nu toe van uitgaan. Wat betekent dit voor de wachtlijsten voor huurwoningen in de gemeente? En heeft deze keuze ook invloed op de begroting? Voor recreatie is geen groei meegenomen in de begroting. De VVD gaat ervan uit dat recreatie gaat groeien in de gemeente. Hoe denkt het college hierover? Dit punt had trouwens bij het punt vrije tijd moeten staan. Dat even als aanvulling. Tot slot een uitdaging. Ik kreeg vorige week een mail van Harry Kiekenbos met de veelzeggende titel De Raad op de Schop. Heeft hij volgens mij allen ontvangen. Dit boeiend relaas laat zien hoe we nu als gemeenteraad opereren. Zolang ze tijd wel gehad heeft. Het gaat over op welke wijze je het democratisch proces kan verbeteren door te experimenteren met nieuwe democratische vormen. In het land zijn hier al een aantal experimenten mee gedaan. Ik stel voor om als gemeente Dalfsen voor volgend jaar de burgers rechtstreeks te betrekken bij het formeren van bijvoorbeeld een deel van de begroting. Geef aan de voorkant ruimte om ze te betrekken bij programma's die leven in de samenleving. We zijn erg benieuwd naar de reactie van het college hierop. Tot slot bedanken wij het college en de ambtenaren voor het samenstellen van deze begroting en wensen ze veel succes toe bij de uitvoering van de verschillende programma's. Meneer Veldhuis, dank u wel. En het is wel heel bijzonder dat u in uw eerste medespeech eigenlijk al begint te pleiten voor het afschaffen van de gemeenteraad. maar dat is een uitdaging voor ons. Ja. Wie van u mag ik eventueel nog uitnodigen om de heer Veldhuis te bevragen? Het is chic om dat niet te doen bij een medespeech, maar de heer Wildfang, ja, die is vandaag in vorm. Dus ik geef u het woord. Ja, dat zou best kunnen. Daar ben ik me niet van bewust dat het chic is om het niet te doen. Maar we hebben het wel over de begroting. En dat is ook een bijzondere aangelegenheid om daarmee te beginnen. Dus wat mij betreft om te beginnen maar even compliment dat u het er gewoon goed afbrengt. En het is wel de eerste keer in deze rol. Ik heb één vraagje. Op het ene moment zegt u dat u als VVD vindt dat de overheidsbemoeienis zo klein mogelijk moet zijn. Dat is jammer. En iets verderop, waar het gaat om het aanhuren van winkelpanden in bijvoorbeeld de Prinsenstraat, vindt u dat de gemeente die moet aanhuren?
Dat lijkt op zijn minst wat, dus zo min mogelijk overheidsmoeienis, maar daar waar het dan gaat om winkelpanden in de binnendorp, in de kernen, vindt u dat de gemeente aanzet is? Kunt u dat iets nader toelichten? Jazeker, dan kan ik dat. Natuurlijk is het zo dat overheidsbemoeienis zoveel mogelijk beperkt dient te worden. Dat betekent niet dat we de overheid in zijn geheel maar moeten gaan afschaffen en niks meer moeten doen. Ik denk dat het heel goed is dat de overheid, in dit geval de gemeente, stimulerend kan werken voor ondernemers, voor dit soort trajecten, om ervoor te zorgen dat de bedrijvigheid in de gemeente Dalfsen gaat toenemen. Dus langs die kant hebben we dit plan ook zo bedacht. Dank u wel. Een excuus voor wat er met die machine gebeurde. Ik beheers hem niet helemaal, ben ik bang. Anderen nog? Nee? Mag ik een schorsing voorstellen? Korte pauze. Kwartiertje wat mij betreft. Zullen we dat doen? Dan schorsen we tot 9:50. Dan kijk ik rond. Dan ga ik de vergadering dadelijk schorsen. En de mensen op de publieke tribune, u bent echt heel dapper. U bent mijn helden, echt waar, voor vanavond. En daarmee schors ik de vergadering.